Het verhaal van de grote zonnebloemen en twee halve gebakjes. Vandaag doen de koning en de koningin een wedstrijd wie de hoogste zonnebloem kan kweken, en de winnaar krijgt een gebakje. Eerst vullen de koning en de koningin allebei een bloempot met zand, en daarna doen ze er een zonnepit in, en dan moeten ze wachten, heel erg lang wachten. Maar na drie weken. Zijn de zonnebloemen al flink gegroeid? Wat gaat het goed, hè? zegt de koningin vrolijk. Maar de koning is toch een beetje somber. Zijn zonnebloem is veel kleiner dan die van de koningin. En hij wil juist graag winnen. En dus probeert hij van alles. Hij geeft de zonnebloem limonade. Hij zingt liedjes voor zijn zonnebloem. En uiteindelijk doet hij zelfs een klein plasje in de bloempot. Maar het helpt allemaal niks. Zijn zonnebloem blijft de kleinste. Ik denk niet dat u gaat winnen, majesteit, zegt de lakei op een morgen. En de koning schrikt ontzettend. Zullen we ruilen? vraagt hij haastig aan de koningin. Nee, liever, zegt de koningin. Geen sprake van. Je moet gewoon wat beter je best doen. En aan het eind van de week kijken we wie er gewonnen heeft. En eindelijk is dan de week voorbij. En de zonnebloemen worden naast elkaar in de kamer gezet. En de banketbakker brengt vast een gebakje voor de winnaar. Even later stapt de lakai binnen en hij heeft een meetlint bij zich. Zo, zegt hij, dan zal ik nu gaan meten welke bloem het beste gegroeid is. Wacht even, zegt de koning. Hij rent weg, kom dan terug met een keukentrapje. En daarna zet hij de pot met zijn zonnebloem bovenop de, op de keukentrap. Zo. Zegt de koning tevreden: Ga nu maar meten welke zonnebloem het hoogst is. En de lakei gaat meteen aan de slag: Eerlijk is eerlijk, zegt hij tegen de koning: Uw zonnebloem is de hoogste. En dan krijgt de koning het gebakje. Dat is niet eerlijk, roept de koning in boos. Kijk maar, zijn plant staat op een keukentrapje. Tja, zegt de lakei, daar ga ik niet over. Ik moest meten welke plant het hoogste was. En de plant van de koning heeft gewonnen. En de koningin begint bijna te huilen. Het is toch niet eerlijk, roept ze. En de lakai denkt even na. Weet u, zegt hij dan, ik heb al een oplossing. Hij loopt naar de keuken en komt terug met een enorme schaar. En dan knipt hij zomaar een stuk van de plant van de koning af. Hoppeté, zegt hij koraat. Nu zijn ze allebei even hoog. Maar dan begint de koning te huilen. Nu heeft u mijn bloem er afgeknipt," roept hij wanhopig. Maar de lakai zucht. Dat is waar. Maar u krijgt wel een half gebakje, want u heeft allebei gewonnen. Echt?" vraagt de koning verbaasd. Ja, natuurlijk," zegt de lakij. De planten zijn nu toch precies even hoog? De koning begint te lachen. Gelukkig," roept hij blij, want ik had juist zo'n zin in een taartje. En die bloem? Die leg ik dan gewoon in mijn autoband moet je doen zegt de koningin dat staat vast heel erg gezellig en dan eten ze elk een half gebakje en ze vinden het heel lekker hoor vreselijk lekker